Hoe vergaat het ons na de dood? Gaan we naar de hemel of naar de hel? Dat hemel en hel bestaan staat als een paal boven water voor de islam. Maar hoe ze eruit zien en hoe je jezelf van een plekje in de hemel kan verzekeren, is al eeuwen onderwerp van discussie. Islamoloog Christian Lange onderzoekt wat het hiernamaals betekent voor moslims. Nou, het uitgangspunt van mijn onderzoek is het idee dat we in het Westen de neiging hebben om te denken dat de islam een religie is die heel sterk op het hiernamaals gericht is en eigenlijk weinig waarde aan het nu hecht. Dat komt mede daardoor dat terroristen van bijvoorbeeld Al-Qaeda zeggen dat ze graag de marteldood willen sterven om snel naar het hiernamaals te komen. Maar dat is dus een cliché dat wij graag willen ontkrachten, want de terroristen vertegenwoordigen natuurlijk maar een kleine minderheid van de moslims. En voor de meeste moslims gaat het gewoon erom hoe kun je op een goede manier een moreel leven hebben. En daarvoor zijn juist het paradijs en de hel heel nuttige illustraties, of laten we zeggen toetsstenen van wat goed en wat slecht is. En daarover gaat het. In mijn onderzoek kijk ik naar de intellectuele geschiedenis van de islamitische wereld, van Spanje tot Perzië en van het begin van de islam in de 7e eeuw tot de 20e en 21e eeuw. En een belangrijk punt daarbij is dat ik probeer ideeën altijd in hun maatschappelijke context te plaatsen. Want aan de ene kant bepaalt de maatschappelijke context natuurlijk het gedachtegoed. Maar aan de andere kant is het ook zo dat ideeën, ideologieën en religieuze gedachten de maatschappelijke context daarop een invloed hebben. De basis van mijn onderzoek zijn de bronnen, teksten van de islam. Een gebruikelijk model van onderzoek doen in mijn vakgebied is nog steeds gewoon het goed lezen, interpreteren en begrijpen van teksten, ook van de klassieke teksten, want deze hebben ook vaak in het heden nog een heel grote invloed en belangstelling voor moslims. Iets wat ons onderzoek enorm heeft veranderd is de digitalisering van Arabische teksten. Je kunt nu een enorm groot aantal teksten, duizenden teksten letterlijk, per keyword search doorzoeken. En dat heeft veranderd hoe we onderzoek doen. Want vroeger ging het eigenlijk over het vinden van relevante passages. En nu veel meer over wat doe je daarmee, hoe interpreteer je ze. Dus we hebben gekeken naar heel grote vragen zoals zijn het paradijs en de hel spirituele of eerder lichamelijke realiteiten volgens de islamitische opvattingen. Heeft alleen God beheer over het paradijs en de hel of hebben mensen een vrije keuze om of naar het paradijs of naar de hel te gaan? En je vindt als je naar de bronnen kijkt dat er een enorme diversiteit aan opvattingen bestaat. En om dat te laten zien is juist belangrijk, want dat helpt ons om clichés te ontkrachten. De boeken en de artikelen die we in onze onderzoeksgroep over dit thema hebben gepubliceerd zijn eigenlijk de eerste die over dit thema op een overkoepelende en cultuurwetenschappelijke manier zijn gepubliceerd. In de toekomst zal ik heel graag willen doorgaan met onderzoek doen naar de klassieke bronnen en de textuele traditie van de islam, want van deze teksten is maar een heel kleine aantal überhaupt bestudeerd. En daarbij is het de opdracht van de islamologie, de islamwetenschappen dus, om daar een genuanceerdere visie te scheppen. En ook om het gesprek met de wetenschappers in de islamitische wereld aan te gaan.